je hoort ook steeds vaker van dermatologen dat ze kinderen krijgen met hele verbrande gezichten, omdat ze heel veel retinol en zuren hebben gesmeerd tegen rimpels. Goedenavond en welkom bij TechDenkers, een samenwerking tussen Adyen en de Bali. Vandaag gaan we het hebben over influencers. Want het internet heeft een aanzienlijke invloed op het leven van jongeren en millennials. En trends worden afgestemd op de behoeften van appgebruikers. Vloggers en influencers proberen vaak hun leven als perfect te presenteren. Maar wat gaat er nou werkelijk schuil achter die hele wereld die ze ons laten zien? En hoe sterk beïnvloedt vloggers het dagelijkse leven van hun volgers? Hier ga ik het niet alleen over hebben vanavond, natuurlijk ook met de lieftallige Doortje Smithuizen. Laat ik haar dan ook meteen introduceren. Doortje Smithuizen is filosoof en journalist. Ze schreef meerdere boeken, waaronder Gouden Bergen, Iedereen Verslaafd en een pamflet Kapitalisten en Seksisme. Blijf er even bij, het is best veel. Zij maakt ook documentaires, waaronder Mijn Dochter is Vlogger en Volg Je Me Nog. En publiceert regelmatig in de Volkskrant. En presenteert dus ook nog de podcast waar meneer het eerder over had, Voorheen Schaamteloos Randstedelijk. Welkom en een warm applaus. Wie volgens jou is op dit moment de meest invloedrijke influencer? De meest invloedrijke influencer? Ja, je zou kunnen zeggen Donald Trump. Die heeft natuurlijk een heel groot deel van zijn invloed van het internet. Maar kijk, op een gegeven moment toen ik met Gouden Bergen en zo aan de slag ging, toen was het wel een soort van belangrijk dat ik een soort van definitie ging bedenken voor influencers. En toen heb ik wel bedacht, iemand die geld krijgt voor het online iets delen. Mm-hmm. En daar eigenlijk van ja, zijn leven kan bekostigen. En dan ja, wie daar in het invloedrijkst is, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Heb jij meteen een naam in je hoofd bij zoiets? Zo iemand? Ja, zou natuurlijk sowieso een Amerikaans persoon moeten zijn. Want, nou, ik moest dus juist denken aan Linda de Mol of zo. Oh. Ja, maar die zou ik geen influencer noemen. Ja, waarom niet dan? Wat is dan volgens jou wel een influencer? Nou, iemand die geld verdient met het online delen van producten. Maar bijvoorbeeld, wat de meneer zei, is het moet commercieel zijn of het is informatief. Ben je het daar dan ook mee eens? Het moet commercieel zijn? Ja. Om influencer te zijn? Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Dus is het dan een soort van... Anders, ja, ben je iemand met invloed of zo... Dan wordt ook iedereen in één keer een influencer, potentieel. En dat willen we natuurlijk niet. Maar Donald Trump bijvoorbeeld, die krijgt dan niet echt betaald dan, toch? Nee, precies. Dus daarom zou ik hem dan uiteindelijk toch niet noemen. Ja. Dus hij is een wandelend reclamezuil voor zichzelf. Dat is alles. Maar hij wordt niet betaald. Hij betaalt zichzelf mogelijkerwijs. Dat zou ook wel iets voor hem zijn om zichzelf te betalen voor ads. Maar dat weet ik niet of hij dat doet. Je hebt dus verschillende documentaires gemaakt, dat heb ik al verteld. Over dus die influencerwereld. En vooral Mijn Dochter de Vlogger en nou, Volg Je Me Nog. En ik heb Volg Me Nog even teruggekeken. En hierin volg je de 30-jarige influencer Jolie Lot, Larissa Bruin en bij Iris Sophia. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd, hoe was het voor jou om in die wereld te duiken met hen? Ja, het was heel boeiend. Eigenlijk was het thema van die documentaire... het ging erover, die drie meiden, die waren echt begonnen met... een beetje tegelijk ook met die meiden van Gouden Bergen. Maar er was gewoon een tijd, zeker hier in Amsterdam... en ik denk ook in Rotterdam wel, in Nederland dan... dat het voor influencers echt niet op kon. Dus dat je echt gewoon, als je 30.000 volgers had... kon je gewoon echt leven als een king. Want er waren niet superveel mensen die dat hadden. Nu is dat eigenlijk bijna, denk ik, onder influencers. Is het echt zo 30.000, weet je wel. Daar kom je niet meer voor je bed uit. Nee, maar dat was niet volgens mij. Maar dat was, in die tijd was dat wel echt vet. En er waren gewoon vrouwen die echt dus dat op hun 24ste bereikten. En gewoon dachten... oh my god, ik ben gewoon binnen. Dit is het. Ik ga hiervoor. En op een gegeven moment kwam er dus een soort fase... waarin die online inflatie hen een beetje inhaalde. En eigenlijk kwam ik op het idee... Ik weet niet, wordt dit live gestreamd ook? Of, niet live, nee. Niet live, maar gestreamd. Dit wordt wel gestreamd. Oké, maar dus...
dit blijft voor altijd online. Ik wil even ja, weten we kunnen hoeveel, knippen. Hoeveel ik mag zeggen. Oké, nee, dan ga ik dit niet zeggen. Dat vind ik net spannend. Maar kijk, wat me opviel was dat... dat er gewoon een hele snelle omloop was in die influencers. Dus het ene maand zag je die helemaal gaan en dan de volgende maand die. Weet je, het leek echt alsof het veel sneller begon te gaan dan dat het een paar jaar eerder ging. En op een gegeven moment zag je ook dus dat je had dus eigenlijk een soort van de jongere influencers. En daar ging het gewoon heel hard. Die streden echt om die tientallen duizenden volgers. En die streden om de deals met... die influencers agencies en de grote merken, et cetera. En daarboven had je eigenlijk de momfluencers. Ja. Maar ik vroeg me af van wat gebeurt er met die mensen in het midden? Zeg maar, die geen momfluencers zijn geworden. Ja, die 30 zijn, maar geen momfluencer. Zeg maar, hoe hou je het dan vol? En je hebt al je hele hebben en houden eigenlijk gewed op dit paard. Dit paard van Instagram. Hoe blijf je daar dan op galopperen? Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Ja. Want zeker op een platform waar alles draait om nieuw en jong en fris... Moet je telkens je opnieuw heruitvinden? Heel moeilijk om altijd maar dat te blijven zijn. Dus daar ging het ging eigenlijk daarover. Wat, in die zin was het natuurlijk ook een beetje tragisch. Dus over mensen die eigenlijk hun leven helemaal aan dat platform hadden overhandigd en eigenlijk nu van het platform hoorden, ja, wij gaan eigenlijk door met andere mensen, dus zie maar even hoe je het doet. En het was wel intens. Ik bedoel, die mensen waren gestopt met hun opleidingen en zo, hadden eigenlijk niet veel ervaring meer over, behalve dus dit. Ja, nou, het boek gaat eigenlijk over... ik beschreef het eerder vandaag als een welgemeend what the fuck vanuit mij. Na toch voor je gevoel een tijd lang alles goed te hebben gedaan. Als het gaat om wat deze samenleving van je wil. Dus hard werken, opleiding, et cetera. En eigenlijk toch er vervolgens achter komen als vrouw. Dat ook als je dat allemaal heel goed probeert te doen, je toch bepaalde ongelijkheden niet te boven komt. En dat zijn ongelijkheden die allerlei vormen aannemen, maar die wat mij betreft allemaal verband houden met kapitalisme. Vandaar de naam Kapitalisme is seksisme. En dit is een scène aan het begin van hoofdstuk 7. En dat hoofdstuk heet Een cyclus van self-care. Even vooraf, wie is hier wel eens bij Rosecycle? Ging echt zo heel voorzichtig en toen steeds meer. Alleen daar niemand. Niemand? Oké, schud ook. Maar Saints and Stars bijvoorbeeld, beetje hetzelfde? Ook niet. Toch, oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. Ook voor de mensen die er nooit zijn geweest. Omkleden bij de Zuidasvestiging van Rosecycle lijkt nog het meest op een David Lynch scène. Terwijl om je heen jonge vrouwen zich in waanzinnig hoog tempo ontdoen van hun corporate uniform, pantalon, overhemd, enkellaarsjes, bespreken ze met opgevoerde stemmen de resultaten van die dag. Dus ik zeg tegen Rogier, moet jij opletten wat deze nieuwe klant gaat doen? Ja, wat nice zeg. Letterlijk iedereen die ik aan deze klant heb gekoppeld is aangenomen. Twee vrouwen van eind 20, allebei lang blond haar in een paardenstaart. Ze verruilen hun BH's met kantprint routinematig voor strakke sporttopjes en wiggelen zich in een legging. Headhunters, denk ik. Cliënt is als de dood dat het OM nu met die stukken komt, zegt een vrouw van de jaren 35 aan mijn andere kant. Ja, dat snap ik, reageert haar buurvrouw. De vrouwen hebben hetzelfde lange donkere haar en dezelfde omhoog gekamde wenkbrauwen en dezelfde stijve mascara-wimpers. Eigenlijk zien alle vrouwen hier min of meer hetzelfde uit. Jong, slank, gezond, tamelijk onopvallend en enigszins gestrest. Misschien wel de typische uitstraling van de randstedelijke vrouw in de paar jaar voordat ze kinderen krijgt. De vriendin die mij uitnodigde aan deze les mee te doen, komt naast me zitten in een zaaltje vol spinfietsen. 50 stuks in een ruimte van ongeveer 30 vierkante meter. Zo, even aanzetten, zegt ze, terwijl ze haar smartwatch instelt. Het is een invaldocent, vertelt ze vervolgens met een blik op het vrolijke meisje dat elke deelnemer bij binnenkomst een high five geeft. Ik hoop niet dat het zo'n inspirational speaker is. Vooraf had ze over hen verteld, van die spin-instructrices die denken dat ze ook mental coach zijn en gedurende de les allerlei levensadviezen scanderen. Het is zo'n inspirational speaker.
De hele les door deelt onze spinlerares naast instructies over het trapritme allerlei gratuite wijsheden. This is your life, zegt ze, terwijl we beginnen met een rondje warm draaien op Beyoncé. It is your decision what to do with it. So let's make the most out of this day. Let's give it all you've got. Let's make yourself proud. We zitten niet alleen op deze fietsen om calorieën te verbranden, maar kennelijk ook om te voldoen aan het neoliberale ideaal van alles uit ons leven halen. Close your eyes, zegt de docent als ze 40 minuten later totaal afgemat een kleine adempauze inlassen voor de laatste sequentie van keihard trappen en staan, zitten, staan. Realize that your life is in your own hands. You are the one taking decisions. You are the only person in control. Mijn vriendin moet na de les snel terug naar kantoor. In de kleedkamer kom ik een kennis tegen die me een kwartier lang bijpraat over haar nieuwe en verschrikkelijke werkgever. Een omgeving waar alleen maar misogyne grappen worden gemaakt en waar ze elke ochtend half huilend naar eigen zeggen naartoe fietst. Als ze over dat onderwerp uitgepraat is, vraagt ze: maar hé, waarom is jouw relatie nou eigenlijk uitgegaan? Lang verhaal, antwoord ik, terwijl het eigenlijk een heel kort verhaal is. Omdat het leven voor het overgrote deel niet te controleren valt. In tegenstelling tot wat onze Rose Cycle instructrice ons het afgelopen uur heeft willen doen geloven. Rose Cycle verkoopt controle aan vrouwen in een wereld die voor hen bijzonder oncontroleerbaar aanvoelt. 45 minuten lang verruil je de werkplek waarin je alsmaar wordt tegengewerkt door systemen buiten jouw invloedssfeer. Je relatie waarin je tegen al je goede voornemens en feministische standpunten in toch voor het overgrote deel het huishouden op je neemt. De publieke ruimte waarin je ook als je niet ijdel bent toch altijd beoordeeld wordt op je uiterlijk. Voor een setting waarin jij bepaalt hoe hard je fietst. En jij mag kiezen welke gewichten je oppakt. Zodat jij, ondanks alle weerstand om je heen, nog altijd zelf kan bepalen hoe je lichaam eruit ziet. Terwijl je ondertussen vooral probeert te voldoen aan een esthetische norm die jij ook niet hebt bedacht. Dank je wel. Dit was je eerste keer bij Rose Cycle toen? Of? Wil je weten hoe vaak ik bij Rose Cycle ben gegaan? Nou, dat niet per se. Maar wanneer bedacht je, oké, dit is precies een scène en dit ondersteunt mijn verhaal? Oh ja, dat was ook wel echt die eerste keer. Ja. Maar dat zit hem in heel veel. En ik bedoel, ik schaam me er echt niet voor om te zeggen dat ik nog steeds vaak ga. Ik vind het heerlijk. En ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik dus wel gewoon, als ze zegt van close your eyes, dat ik dan gewoon zit van, ja, het is ook in your hands. Ja, en bedenk het moment vandaag waar je heen naartoe wil leven. Ja, en waarom ben je hier? Ik ga er ook altijd veel te serieus in. Dan denk ik, ja, waarom ben ik hier? Identiteitscrisis. Ja, ik denk, dan moet ik gewoon ook even iets uitzetten. Maar nee, ik weet nog wel, er hangen daar ook allemaal van die teksten op de muur. Zo van, take control. En zo van, this is your moment. En toen dacht ik ook echt van, ja, weet je, als dit het is. Weet je, een spinzaal waar ook. Elke keer als ik er kom, denk ik, waarom is het hier zo klein? Zeg maar, het is echt zo hutje-mutje op elkaar. Waardoor je ook nog je heel erg een soort van ingeblikt voelt. En dat is dan het moment waarop je je zogenaamd heel onoverwinnelijk moet vinden. Het is wel een soort van, en er echt alleen voor jezelf bent. Ja, en het heeft ook heel erg te maken met dat vrouwelijke. Uiteindelijk heeft dat het boek niet gehaald. Maar en dat is dus interessant dat ik met die vriendin in het begin vaak ging ook. Nu ga ik namelijk gewoon ook zelf. Dus ik heb haar niet meer nodig om een excuus te hebben. Maar zij werkt dus op Zuidas. En dat je daar zo, als een soort natuurfilm, als je daar, ik weet niet, misschien komt iemand van jullie daar wel eens om een uur of 5, 6, 7 s'avonds. Maar dan zie je echt als een soort natuurfilm, zie je zo uit al die kantoren, zo allemaal vrouwen naar dat Rose Cycle en Saints and Stars en wat je daar hebt zo lopen. Terwijl, dan denk ik, ja, ondertussen zitten alle mannen dus gewoon te werken. Weet je wel, dus daar zag je ook heel erg die ongelijkheid in druk op uiterlijk en fysiek heel erg. En ook zo overduidelijk, nou, daarom zitten die teksten er natuurlijk ook in, van mensen die eigenlijk helemaal geen tijd hebben om dit te doen. En dan maar, weet je, zo helemaal, even nu, toch keihard, even overleg maken. Ja, moet je dat dan doen? Heel veel calorieën verbranden en dan gaan we weer door. Want die vriendin van mij ging natuurlijk altijd daarna, gaat zij gewoon door naar kantoor, weet je wel. Dus zo extreem. Ja, maar ik vind het ook zo grappig, want vanochtend bijvoorbeeld, nou toen wist ik dat ik het programma had, dus ik begon wat later en ik dacht, nou ja, ik ook nog even sporten. Dus ik heb ClassPass, ik weet niet of iedereen dat kent. Nou, dat is een soort van app waarin je een abonnement kunt hebben en dan kun je op heel veel locaties in Amsterdam sporten. Nou, je kreeg korting bij Saints and Stars, dus ik dacht, nou, laat ik dat dan toch maar doen. En toen stond ik daar ook en dan dacht ik, oh ja, we hebben allemaal dezelfde legging aan, allemaal dezelfde schoenen. Ja. Iedereen heeft lang haar bijna. En dan
ben ik dan ook bezig met het programma vanavond. Ja. En dan ga ik daar dan heen en denk ik, oh ja, ik word dan 45 minuten afgemat. En ik doe het dan eigenlijk voor mezelf. Maar iemand is gewoon 45 minuten tegen mij aan het schreeuwen dat ik maar harder moet, zeg maar. Ja. En dat vind ik ook zo interessant aan dit boek, of in ieder geval dit boek, maar ook dat fragment. Is dat op dat moment dat ik ook na te denken, zijn wij ook niet, hebben die influencers wel nodig? Want we staan er wel allemaal met dezelfde kleding. En we staan er als in, zijn wij niet zelf gewoon een soort van influencer geworden? Ja, nee, dat denk ik 100%. En ook, zeg maar, welkom in mijn leven. Dit is gewoon hoe ik altijd eigenlijk gevoelsmatig door het leven ga. Maar ja, nee, dit denk ik 100%. Ja, zeker. Maar hoe komt dat dan? Want dan is die definitie van influencer misschien ook een beetje veranderd, zeg maar. Ja, zeker. Ik bedoel, het is ook heel veelzeggend dat je mij vraagt of ik een influencer ben, toch? Ja. Ik denk dat het ook meer een soort acceptatie is van bepaald gedrag. En ik denk, als je zegt van, hebben influencers nog nodig om... want anders weten we niet meer wat we moeten kopen of zo. Mm-hmm. Denk ik dat we dus wel nog heel veel door influencers kopen en doen. Ook dat Saints and Stars en zo, denk ik dat dat ook best wel lekker gaat op de influencers. Yeah. Zeker in het begin. Maar of we ze nodig hebben om van af te kijken dat we allemaal in toenemende mate heel zelfbewust zijn en heel erg bezig zijn met het etaleren van onszelf en van succes. Nee, dat denk ik niet. Maar is het dan ook niet een soort van meer een stedelijk fenomeen? Want als ik naar mijn familie in Brabant ga, dan als ik dit soort verhalen vertel, dan zeggen ze allemaal, nou, dat gebeurt hier echt niet, bijvoorbeeld. Zou kunnen, ja. Maar zij zijn wel de hele tijd selfies aan het maken van zichzelf, bedoel je? Nee, dat is ook niet. Maar meer dat jupperige en dat hipperige dat wij veel opzoeken in de stad, dat heb je wel minder op andere plekken, bijvoorbeeld. Ja. Zeker, ja, absoluut. Maar hoe komt het dan dat het allemaal zich hier centraliseert? Wat zegt dat over ons eigenlijk als stad misschien? Of als mensen die leven in die stad? Maar hoe bedoel je dat het allemaal hier gebeurt? Of dat het... Ja, dat het allemaal hier gebeurt, maar dat we er ook allemaal mee gaan. Gaan we er allemaal in mee? Ja, veel mensen. Gaan jullie erin mee? Whatever er is, voor je gevoel. Medium, jij, moi, jullie, een beetje. Ja, ik denk dat... Kijk, ik denk dat mensen zich altijd... Kijk, je modelleert je altijd naar wat je ziet. Mm-hmm. En ik denk dat in de stad als deze de offline en de online realiteit eigenlijk één is geworden. Sterker nog, ik denk dat de online realiteit voor een heel groot deel de offline realiteit bepaalt. En dat kan in een stad als deze, denk ik, makkelijker. Maar ja, then again... Ik weet dat het niet zo goed van Brabant, hoe dat daar zit, omdat ik er gewoon niet vaak genoeg kom. Dus daar zou ik niet per se een vergelijking mee durven te maken. Mm. Maar ik denk wel dat dat hier heel snel gaat. Inderdaad, ook wat jij eerder zei van die events die door influencerbedrijven worden gegeven en zo. Die beïnvloeden natuurlijk ook enorm het straatbeeld. En ook wat we verwachten van een stad. En ook weer waarom mensen daarom hierheen komen. Weet je, iemand die bij wijze van spreken uit Brabant komt, die kent Amsterdam van Instagram en die komt hier naartoe. En die verwacht hier dat iedereen bloedserieus de hele dag matcha zit te drinken. Wat voor mijn gevoel niet zo is, maar nee. Misschien kom ik niet op de juiste plekken. Nee. Ja, ik moet hier even over nadenken. Ja. Maar dat... Maar het is zeker een stedelijk ding, 100%. Ja, net zoals havermelk elite en dat hele fenomeen. Tuurlijk. Ook, toch? Waar we het eigenlijk nog niet echt over hebben gehad en waar ik nog wel benieuwd naar ben is, en we hebben het wel deels over gehad, zijn hoe jongeren worden beïnvloed. Mm. Want ik heb het idee dat vroeger vroeg je aan iemand wat wil je laten worden en was brandweer en brandvrouw en nu is het ook zo influencer vlogger. En ik zie ook steeds jongere meiden op Instagram of ja meisjes zelfs op Instagram. Skincare routine doen. Ja. En dan was zo'n meisje van 8, zag ik laatst, en die was dan crèmetjes aan het gebruiken en ik moest echt goed in mijn nek smeren voor de rimpels. Toen dacht ik, wow, je bent 10. Ja. Ik ben daar ook nog niet mee bezig. Hoezo ben jij daarmee bezig? Hoezo ben jij er nog niet mee bezig? Nou, nu met die camera's, dat was ik ook helemaal... Nee, ja, sterker nog, je hoort ook steeds vaak van dermatologen dat ze kinderen krijgen met hele verbrande gezichten, omdat ze heel veel retinol en zuren hebben gesmeerd tegen rimpels. Veel te veel, waardoor hun hele opperhuid is afgebrand.
Dus dat neemt wel vormen aan. Ja, ik maak me daar best wel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Want je ziet ook echt een stijgende trend, toch? Ook in... Ja, je ziet ook echt van hoe jong mensen nu beginnen met... Ik moest laatst, voor die serie die ik maak, moest ik iemand interviewen. Een jongen van 19. En ik dacht gewoon de hele tijd van... het kan gewoon niet anders. Dus op een gegeven moment durfde ik toch tijdens het interview te vragen van... Ja, gebruik je nou Botox? En zeiden ze, ja. 19? Ja. En gewoon van, al mijn vrienden doen het. En ik was gewoon echt, even een tijdje gewoon een soort van uit het veld geslagen. Van dat het zo heftig vond. Maar ik denk dat die grenzen gewoon steeds meer opschuiven. En dat mensen hun steeds jonger beginnen met... Je bekijkt jezelf natuurlijk steeds jonger door een lens. En daardoor kijk je steeds kritischer naar jezelf. En ga je jezelf daar steeds meer aan aanpassen. Was ook met corona, toch? Dat met al die Zooms ook zeggen dat er meer... Ja, en het is ook wel treurig, hoor. Want waren dus nu ook voor die serie filmen op scholen. Dus op middelbare scholen zijn nu telefoons verboden. In de les, sowieso. En dan in de meeste... Sommige scholen ook in de pauze. En in andere mogen ze dan wel in de pauze. Dus in de les mogen ze echt niet. En... Het grappige was, dat ging dan in ideeën heel erg om concentratie en ook dat kinderen ook elkaar een beetje pesten en zo via Snapchat en zo. Mm-hmm. En dat gewoon veel rust zou brengen als dat er niet meer zou zijn. Maar het grappige was dat eigenlijk in die interviews bleek, sowieso vonden alle kinderen het echt super fijn dat het niet meer mocht. Een enkeling daar gelaten, maar de meesten vonden het echt heel fijn die we spraken. En als je dan doorvraagt van waarom, had het niet zozeer te maken met dat ze zich beter konden concentreren. Want zo van, letterlijk welk kind op middelbare school heeft ze van, oh, ik wil me echt graag beter kunnen concentreren op de les. Nee. Waar het om ging, was dat ze zich veel vrijer voelden. En dat ze weer durfden te dansen en muziek durfden te maken en toneelstukjes durfden te doen in de les en voor elkaar. Omdat ze niet meer de hete bang waren dat ze werden gefilmd. En ik weet niet, op de een of andere manier toen ze dat vertelde, dan krijg je er nu weer kipvel van. Ja. Want je ontneemt jongeren zo hun vrijheid om zich gewoon los te ontwikkelen. En tuurlijk biedt de online wereld ook allerlei manieren waarop je jezelf kan ontdekken en ontwikkelen. En dat zou ik ook niemand willen ontzeggen. En dat is ook echt supergoed. Maar gewoon het idee van dat je als jongeren nog maar zo weinig veilige ruimte eigenlijk hebt. Mm-hmm. Vond ik best wel, gewoon eigenlijk wel een beetje deprimerend. Ja, is het ook altijd ook best wel, soms denk ik ook, het is best wel heftig dat we dat toelaten. Ja, toelaten klinkt heel gek, maar snap je nou wat ik bedoel? Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk, daar is nu natuurlijk ook veel discussie over, van mensen die zeggen van moeten kinderen, want nu is volgens mij de gemiddelde leeftijd dat een kind een smartphone krijgt in Nederland is nu 9. Mm-hmm. Wat ik persoonlijk echt best wel jong vind, maar kennelijk is dat gewoon normaal. En daar gaan nu stemmen op, omdat dan er zijn ouders die dan een soort van clubs oprichten om dat dan naar 14 te verhogen. En het idee is dan, als je dat met meerdere ouders doet, dan is niet alleen jouw kind dat die ene kind. Heeft, en dat is natuurlijk best wel goed. En aan de andere kant denk je ook, het hoort gewoon bij het leven of zo nu. Dus moet je het dan... je zou daar wel wat meer mediawijsheid of zo in willen... Ja, nou, ik vind dat gewoon interessant wat je tegelijkertijd zegt. Ja, iedereen moet wel mee, we moeten het misschien wel doen. Maar dan tegelijkertijd, als we als maatschappij besluiten om het niet te doen... Dan... Nee, zeker. Dat zou ook heel goed kunnen, ja. En over die jongeren of mensen die jij spreekt... zijn het dan vooral vrouwen of mannen die heel erg bezig zijn met hun uiterlijk? Allemaal. Ja, is dat geen grenzen te trekken? Want omdat je natuurlijk zegt bij Rose Cycle zijn vooral vrouwen die dan eerder het werk. Weggaan, zie je dat dan ook als trend op Instagram of TikTok? Nee, ik heb wel het idee dat... Kijk, ik bedoel, daar is ook gewoon onderzoek naar gedaan van... vrouwen worden nog steeds meer op hun uiterlijk beoordeeld dan mannen. Maar mannen ook steeds meer. Dus in die zin wordt het iets gelijker. Nee, dus het zijn echt vrouwen en mannen. Ja, allebei. Ja, en in die serie zeker, ja. En stel, jij hebt later nichtje, neefje, kinderen, weet ik het. Die komt naar je toe en zegt, Doortje, ik wil graag influencer worden. Wat zou je dan tegen diegene zeggen? Nou, dan zou ik zeggen, nee. Nee, ja, god, dat weet ik niet. Ja, het is ook niet raar, toch, dat mensen dat ambiëren. Vroeger wilde je filmster worden of
actrice of popster. Of ja, ik wilde vroeger Destiny's Child worden. Mm. Allemaal, weet je wel. Dat was ook heel onmogelijk. En ook wel voorstelbaar als je dat gewoon heel erg tof vindt als je klein bent. Maar hoeveel mensen worden nou echt bekend? Is dat net zoals acteurs en actrices? Nou, ik denk dat je dan beter influencer kan worden. Dat je dan nog wel meer kansen hebt. Zeker in dit gure culturele klimaat. Ja, tuurlijk. Denk jij niet? Wie wordt er nou echt actrice? Nou, dat weet ik. Nou, dat weet ik niet. Ik niet toevallig, maar... Bijvoorbeeld dat fenomeen Enzo Knol, daar hebben mensen het heel vaak over dat hij opeens bekend werd. Nee, dat is niet zo. Maar dat idee bestaat wel, toch? Dat het makkelijk is, dat je het zo bent. Ja, maar dat is denk ik ook gewoon wat er gebeurt. Zeg maar, die jongen had echt al honderden filmpjes online gezet voordat er een keer eentje viraal ging. Weet je wel, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Nee. Dat is met alle, wat je ziet met elke influencer, niemand gaat ineens, ik bedoel, tuurlijk, je kan een keer viraal gaan of zo op TikTok nu, maar om echt je boterham ermee te verdienen, moet je dat gewoon elke dag gaan doen. Dus gewoon, als je hard genoeg werkt, dan kom je er misschien wel. Of is dat ook niet eens zeker? Is dit nog steeds het advies dat ik mijn potentiële neef of neer wil zeggen van hard werk, consistent uploaden? Nee, ja. Check altijd voor 7 uur, toch? Nee. Ja, ik weet het niet. Ja, wat zeg je dan? Wat zou jij zeggen? Kijk, als je er blij van wordt, ja, dan... Nou ja, dat is het. En dat is wat ik ook steeds probeer te zeggen van... Ik vind dat we echt te veel over influencers doen alsof het een soort van gekke diersoort is die helemaal zijn doorgeschoten. Weet je, als jij nou een superleuke influencer bent en je kan daar leuk je geld mee verdienen en je maakt hartstikke leuke filmpjes. Ja, hoe erg is dat dan? Ja. Behalve dat ik wel, zoals ik ook met zo'n documentaire laat zien, van kijk, het is wel schijnzelfstandigheid. Daarom gaan al die meiden ook allemaal tassen merken en zo uit de grond stampen. Omdat ze gewoon niet... Je wil niet afhankelijk zijn van dat ene platform. Nee. Dan heb je ook dat hele verhaal met dat Vine, weet je wel. Er zijn gewoon een aantal mensen die zijn gewoon... Wie kent hier nog Vine? Ja, oké, jullie kennen best wel goed Vine. Maar er was dus een soort voorloper van TikTok. En daar zaten... Ik heb geen idee wat het is. Ja, dat was gewoon eigenlijk een soort TikTok. Maar dan dus voordat TikTok er was. En daar zaten gewoon een aantal mensen op. En die verdienden daar gewoon echt heel goed geld mee. Op een gegeven moment is dat platform down gegaan. Omdat er was een soort van arbeidsconflict met die makers en dat Vine. En zij dachten eigenlijk dat Vine ze wel zou geven wat ze wilden. En dat deden ze niet. Toen is dat platform gewoon het schip ingegaan met die mensen. Nou, die mensen zijn gewoon... Daar heb je gewoon eigenlijk nooit meer wat van gehoord, van de meesten. Er is ook een documentaire, iemand zit in zo'n documentaire. Dat is best wel treurig. Dat dubbele dat we ook een beetje hebben. Mm. Dus, want je zei ook net, nou ja, ik zou dan zeggen, nou ja, ik zou in ieder geval zeggen, als je er blij van wordt, moet je het gaan doen. Tegelijkertijd vinden we ook dat influencers, ik blijf het toch een beetje een diersoort noemen, sorry. Mm. Maar dat ze ook weer niet zo slecht zijn als dat iedereen denkt. Maar ze hebben wel heel veel invloed op de jongere generatie. Het is een beetje zo van... grijs gebied de hele tijd hebben dan. Ja, denk ik ook. Ja. Ik denk dat het ook een mooi moment is om af te sluiten met z'n allen. Dan kunnen we nog lekker napraten en naborrelen, gelukkig. Dit is de laatste keer bij Adjen. Het is niet de stop van de samenwerking, maar we gaan naar de Bali op het Leidseplein, omdat het telkens zo goed gaat dat we naar een hele grote zaal kunnen. Volgende keer gaan we een beetje in dezelfde lijn door. Dat is met Marietje Schaken op 4 september. En dan gaan we het hebben over Big Tech. Dus echt die regelgeving van social media, Facebook, Instagram. Je noemt het maar. Dus wees welkom en bedankt Doortje. Ja, dank jullie wel voor het komen. Echt heel leuk. Thanks. Dank je wel.